Welkom allemaal bij aflevering 6 van Tips van de Meisjes van de Tips. Ik ben Madeleine en ik werk bij Tip Voorthuizen. En achter mij collega Angelique, die werkt bij Tip Garderen. Wij zijn vandaag een dagje Kootwijk aan het doen. En Angelique gaat vertellen waar wij nu zijn. We zijn hier op de Zandloper. En dat kijkt uit over de grootste zandverstuiving van West-Europa. Dit is een gebied van 700 hectare. Het is heel bijzonder. In de zomer kunnen de temperaturen hier oplopen tot 60 graden Celsius. En 's nachts gaan ze dan weer naar beneden tot ver onder de nul. En ook al is het natuurlijk een beetje gekke tijd met de corona, maar zowel de uitkijktoren als het prachtige Kootwijkerzand is gewoon te bezoeken. Ik sta hier naast Barend en Pieter, de eigenaars bij natuurkampeerterrein de Haskamper Dennen. Barend, kan je mij wat over dit natuurkampeerterrein vertellen? Ja, Haskamper Dennen, dat is een, zoals je al zei, een natuurkampeerterrein. Het ligt hier midden in de natuur. Als het goed is, zijn jullie net ook over het wildrooster gekomen. Dus dat wil al zeggen dat je echt in een natuurgebied zit. Mensen hoeven dus niet meer op zoek naar de natuur, want ze staan er eigenlijk al middenin. En dat kun je ook hier heel goed om je heen zien. Ja, het ziet er zeker prachtig uit. Je hebt ook meteen een vakantiegevoel hier. En Pieter, wat is voor jou het mooiste plekje? Het mooiste plekje dat is eigenlijk daar achter op de bult. Daar waan je echt alsof je midden in de natuur verblijft. Als je geluk hebt, dan heb je s'avonds nog kans dat er een hert of een zwijn langs je plekje langs komt lopen. Dus ja, dat is voor mij echt wel het mooiste plekje. Het is wel echt een optimale natuurervaring als je dus hier met je tent of je camper staat, begrijp ik. Wie zijn hier welkom? Nou, mensen die hier op afkomen, dat zijn vaak mensen die weinig eisen stellen aan toeters en bellen. In de zin van, er is geen restaurant, er is geen zwembad, maar er is heel veel natuur en er is heel veel rust. Dus eigenlijk is iedereen natuurlijk welkom, maar je moet wel van die specifieke dingen houden. Duidelijk. En toch ook in deze gekke tijd, kamperen bij jullie, kan dat veilig? Ja, kamperen bij ons is wel veilig. We hebben hele ruime plekken, dus mensen die hebben helemaal geen hinder van elkaar. En nu inmiddels mogen de sanitair gebouwen weer open. Nou, dat hebben we allemaal ingericht conform de 1,5 meter regel. We hebben mensen de gelegenheid gegeven om overal hun handen te kunnen wassen. En door middel van bewegwijziging op de vloer weten mensen ook waar ze kunnen gaan staan. En kunnen ze niet met elkaar in het gedrang komen. Barend, kan je mij vertellen waar de naam Haskamper Dennen vandaan komt? Nou, dat vind ik nog een hartstikke leuke vraag, want er gaan een heleboel mensen daar voorbij. Want de Haskamper Dennen, dat is ooit een windsingel geweest. Je moet je voorstellen dat dit één groot stuifzandgebied geweest is. En de omgeving had er heel veel last van, want het was alles stoof onder. En toen heeft men gezegd, we moeten eigenlijk windsingels aanleggen. En een van die windsingels, die heette de Haskamper Dennen. Dus dat is allemaal voorafgaand geweest aan de grote implant in de jaren 20, zo'n 100 jaar geleden. Maar deze singels die stammen al uit ongeveer 1850. Je ziet hier ook die grote grove dennen. Nou, die zijn dan bijna richting 200 jaar. En ik begrijp dat veel fietsroutes hier starten en eindigen. En ik zie een gezellig druk terras. Kan dat allemaal gewoon in coronatijd? Dat kan wel. We hebben ons natuurlijk te houden aan de protocol van het ministerie van het kabinet eigenlijk. Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol. Daar houden we ons strikt aan. Dus bij jullie op het terras kunnen we gewoon lekker genieten? Bij ons op het terras kan je lekker genieten van een hapje, een drankje en een beetje uitgaan.